Hi, René hier. In deze video laat ik je zien hoe je met MIDI-files kunt werken. Ontzettend handige manier om liedjes mee te leren spelen. Je hebt geen muzieknoten nodig, je kunt gewoon visueel zien welke toets je moet indrukken, doordat je bewegende balkjes ziet of oplichtende toetsen. En dan kun je eigenlijk gewoon ook je liedjes leren spelen. Het grote voordeel van MIDI-files is denk ik dat je... Er zijn heel veel MIDI-files beschikbaar, van heel veel liedjes, van duizenden liedjes. Je kan op een MIDI-file-speler het tempo zelf instellen. Dus als het liedje voor jou te snel gaat, kun je ook heel makkelijk het tempo langzamer zetten. Je kunt stukjes terugspoelen, je kunt bepaalde delen oefenen. Kortom, er zitten heel veel voordelen bij het spelen van een MIDI-file. Dat ga ik je in deze video allemaal laten zien. Nou, wat we dus gaan doen is, we gaan een MIDI-bestand zoeken. We gaan MIDI Player Synthesia downloaden. Het is een gratis een app. En we gaan ook Synthesia installeren. En ik laat je zien hoe je vanuit onze liedjes, van onze MIDI-files, een MIDI-file laat in Synthesia. En hoe je daarmee kunt oefenen. En dan laat ik ook een beetje zien hoe je het kunt instellen. Nou, hier gaan we. Wat we gaan doen is, we gaan naar de website Synthesia. En hoe kom je op die website? Door naar Synthesia Game te gaan. Dat is Synthesia Game. Dat is een beetje moeilijk te schrijven. Maar als je op die site komt, dan zie je staan Unlock. Dus dat, je kunt ook voor betalen, maar ik denk niet dat dat nodig is. We gaan gewoon eerst proberen om met de gratis versie te downloaden. Ik klik op Try it free. Nou, dan kies je welk systeem je Synthesia wil gebruiken. Synthesia is beschikbaar voor, zoals je ziet, de Mac, voor de Windows en voor Android. En er is een Synthesia app voor de iPad. In dit geval kiezen we de Mac, want ik zit hier op een Mac te werken. En ik klik op Synthesia Mac. Nou, dan zie ik dat er al een bestandje klaar staat. Even kijken of ik het zo kan laten zien. Dus dan is er een bestand al hier in mijn computerscherm gedownload. Daar klik ik op. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar het bestand... even kijken hoe dat ook weer werkt. Gewoon dubbel aan te klikken en te installeren. Nou, bij mij is die eigenlijk al geïnstalleerd. Even kijken, ik weet niet of ik het zo kan laten zien. Dan zal ik even wisselen van scherm. Nou, dit is de Synthesia app die nu geïnstalleerd is op mijn scherm. En als jij mij gevolgd hebt, dan heb je dit nu ook op je scherm. Als het niet zo is, kun je hem even pauzeren, de video. En dan even zorgen dat je op hetzelfde punt uit bent gekomen als ik. En nu gaan we dus de Synthesia app gaan we gebruiken. Dus hoe doen we dat? Nou, er zijn wat verschillende manieren om te gebruiken. En de belangrijkste manier om gewoon voor deze functie van het piano leren spelen van een liedje, van een simpel liedje, bijvoorbeeld van onze website, van mijn klassieke liedjes of van een ander naspelliedje, hoef je eigenlijk alleen maar op spelen te klikken. Nou, maar als ik nu op spelen klik, dan zie je eigenlijk dat er een soort lijst in één keer open gaat. En ja, eigenlijk hebben we ons liedje nog helemaal niet gedownload. Dus we kunnen ons liedje dus nog niet afspelen. Dus wat doen we? We gaan eerst terug naar onze website. We gaan een MIDI-file downloaden en daarna gaan we hem importeren in Synthesia. Dus dat gaan we nu doen. En dan gaan we naar onze site. Ga ik even inloggen. Dat is leden.pianolesvarené.nl. Nou, dan ben ik ingelogd. Mijn naam staat hier. Nou, dan gaan we een MIDI-file downloaden. En die kan ik vinden bij de naspeelliedjes. Het naspeelliedjespakket. Daar klik ik op. En ik zoek eigenlijk een eenvoudig liedje eventjes voor jou om te laten zien hoe makkelijk het is om een
oefening te doen, bijvoorbeeld om met twee handen tegelijk te leren spelen bijvoorbeeld. Dus ik kies eventjes een liedje uit de naspelliedjes. En ik heb ze verdeeld in bijvoorbeeld vingeroefeningen. En ik kies uit de vingeroefeningen, kies ik bijvoorbeeld de makkelijkste eventjes met beide handen kwinten. Of kijk, hier kun je ook herkennen aan starters, dat is makkelijk. Laten we beide handen kwinten even pakken. Nou, bij beide handen kwinten zie je dus ook een video. Dus je kunt een liedje leren met naspeelvideo's. Maar hierboven zie je, zoals bij andere naspeelliedjes, ook het bestand waarmee je dus de MIDI-file kunt downloaden. Bij elk van de liedjes van de naspeelliedjes kun je dus een liedje op drie manieren oefenen. Door middel van een naspeelvideo. Door middel van bladmuziek. Dus ik kan even laten zien hoe dat er dan uitziet. Het is een eenvoudig bladmuziekje. En dat is het liedje dat we gaan spelen. En de MIDI-file natuurlijk. Nou, daar klik ik op, want die wil ik downloaden. En dan wordt automatisch meteen gedownload. Je kan ook zeggen de rechtermuisknop. Nou, dus deze MIDI-file heb ik gedownload. Dan hoef ik alleen nog maar, even te kijken, dan hoef ik alleen nog maar terug naar Synthesia te gaan. Nou, de makkelijkste manier om dit liedje te gebruiken in Synthesia. Dus ik heb nu al verschillende stappen doorlopen. Hè? Dus ik heb Synthesia geïnstalleerd, ik heb de MIDI-file gedownload van de website. En nu gaan we diezelfde MIDI-file van dit liedje gaan we importeren in Synthesia. Dat hoef je maar één keer te doen. En als je hem één keer hebt geïmporteerd, zoals met alle MIDI-files, dan zal het programma Synthesia onthouden welke liedjes je allemaal hebt geïmporteerd. Tenzij je weer een nieuwe versie gaat installeren. Dus ik ga eventjes naar de MIDI-file in de downloads folder. Ja, zo kan ik hem een beetje laten zien. Hier heb ik mijn MIDI-file. Ik zit in mijn downloads. Hier heb ik mijn MIDI-file gedownload. Ik zal even activeren. Nou, wat je vervolgens gaat doen, is je klikt met de rechtermuisknop op het MIDI-file en dan kun je openen met kiezen. En omdat we nu Synthesia hebben geïnstalleerd, kunnen we op openen met Synthesia doen. En dat is eigenlijk de snelste manier om dat liedje meteen te activeren. Maar omdat ik nog een ander MIDI-file speler heb geïnstalleerd, zoals Midiculus, pakt die automatisch. Ik moet even Synthesia installeren. Je opent Synthesia app, krijg ik als waarschuwing. Voor de eerste keer, weet je zeker dat je deze app wilt openen? Nou, dan klik ik op open, want ik weet zeker dat ik hem wil installeren met Synthesia. Klik op open. En dan is de Synthesia app geopend. En dan zie je eigenlijk dit scherm hier zo. Nou, wat je dan kunt doen is, zoals je ziet, oefen de melodie, oefen het ritme, voordracht. Maar het enige wat je nodig hebt, is eigenlijk deze knop hierboven. En dat is kijk en luister. Nou, daar ga ik op klikken. En dan begint hij eigenlijk al af te spelen. Je kan ook eventueel meespelen. Dit is eigenlijk de demo. Oh, nou zie ik het. Synthesia demo. Nou, dit is wat er dus kan gebeuren als je dus de gratis versie hebt. Heb je wel de volledige versie, dus ik zie dat je toch de betaalde versie nodig hebt. En die heb ik wel geïnstalleerd ergens, dus moet ik eventjes nakijken. Maar nou heb je wel een idee van zoals het werkt met die MIDI-file. Oké, we hebben de app Synthesia gedownload. Nu is het heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat die ook betaald wordt. Want het is geen gratis app. Je kan hem gratis wel even proberen. Maar eigenlijk heb je er weinig aan als je gewoon de gratis versie gebruikt. En ik heb ik heb al eerder voor betaald. Je hebt levenslang toegang. En dus ik moest eventjes mijn key opzoeken. Als je je wachtwoord niet meer weet of zo. Nou, als je betaald hebt, dan kun je altijd via de website van Synthesia kun je gewoon jouw
key weer retrieven. Maar als je net betaald hebt, dan krijg je gewoon netjes een mailtje met de code erin. Er staat er ook bij, ergens bij van Synthesia, hier is je code. Nou, hieronder staat dan mijn code, die kan ik even hier laten zien. Maar dan heb je, dan weet je in ieder geval al van, oh ja, dat is het dus. Zo werkt dat. Nou, vervolgens kun je dan met die code de software activeren. Zo, ik zit in Synthesia. Ik ga eventjes de code even opzoeken. En ik typ de code in die ik in mijn mail heb zitten. Ik heb de code ingevoerd en je ziet, hij heeft hem weer herkend en je bent weer, heeft nou alle functies. Gefeliciteerd, je hebt alle functies. Nou, wat we dan gaan doen is terug naar het liedje wat we hadden geïmporteerd. En dan gaan we hem nog een keer spelen. Laat ik het eventjes zien hoe het is als je hem van de andere kant af, met de andere kant doet. Onlangs afgespeeld. Nou, ik klik hier weer op diezelfde midi-file, hè. Zo. En dan klik ik op kijk en luister. Dan ga ik even kijken of ik voor jou mee kan spelen. Door die balkjes zie je precies wanneer je een toets moet aanslaan. Nou, dit ging misschien een beetje vlot voor jou, dat kan ik me goed voorstellen. Dus wat kun je dan doen? Nou kom ik bij de andere functies die heel handig zijn van, om het spelen met midi-files. Ik zal zo meteen nog een ander midi-veldje downloaden en laten zien. Dus we met twee handen kunnen spelen en misschien het scherm iets duidelijker laten zien. Nou, wat je kunt doen is, je drukt nog een keer op de knop kijk en luister. Ik sleep hem iets meer naar beneden. Ja, daar hebben we. Nou, hier heb je dat wieltje hierboven. Als ik daarop klik, op dat wieltje, dan zie je dat er een aantal mogelijkheden zijn. Dalende noten, dat is wat je net zag. Ik heb het ene stukje al, dit heb ik al aanstaan. Dat kun je ook weer uitzetten. Dus als je bijvoorbeeld klikt op bladmuziek, dan zie je ook nog bladmuziek daarboven. Dat zal ik ook nou meteen direct ook even laten zien. Die maatstrepen zijn wel heel handig om te laten zien. Dalende noten is wel heel handig. Ik heb ook de metronoom aangezet. Je kan de metronoom ook op dubbele snelheid doen. Metronoom volume kun je aanpassen. Dat kan je met deze functie doen. En je kan hier bijvoorbeeld kijken van welk toetsenbord je wil. Dan, als ik hem dan ga aanzetten, vervolgens, hè, zo. Deze niet nodig, zo. Dan zie je al dat ik sleep hem eventjes naar boven. Dus ik heb net het wieltje laten zien. Hè? Dus ik klik even weer op het wieltje. Zo. En we hadden we het over tempo. Hè? Dus het tempo kun je hierboven zien. Dat staat op 100%. Als je daar nou op het minnetje klikt. Dan zie je dat je hem ook bijvoorbeeld op 50% kunt zetten. Dat hij de helft langzamer is. En als ik hem dan aanzet. Dan zie je ook meteen al dat de balkjes veel langzamer komen. En nu is het een beetje moeilijk te zien met mijn pianotoetsen erbij. Dus ik sleep het scherm even naar boven toe. Ik zal hem even iets groter maken, zodat je het er kunt zien. Dus ik zet hem eventjes opnieuw eventjes aan. En ik zet hem opnieuw op play. Dan zie je ook gewoon van, kijk. Als je een beetje... Dan zie je het, en dan kan je precies gewoon meespelen. Zie je? Dat is nou echt de kracht, vind ik wel, van het spelen met midi-files. Hartstikke leuk is dat toch? Wat ik nog aan kan zetten is de metronoom. Die had ik net al laten zien. Hè? Die kan je bijvoorbeeld hier nog aanzetten. En de metronoom die geeft aan van wanneer je nou de eerste tel krijgt. En ik zal ook eventjes het tempo ietsje sneller zetten. Dan zet ik hem opnieuw aan, dan hoor je het verschil. Oh, even vanaf het begin. Dan maar terug. Je kan het overigens ook
zo, ik zal even dit laten zien. Je kan ook, als je hier rechtsboven of linksboven kijkt, zie je die groene balk. Als ik dat met mijn muisknop, die kan je ook slepen, zodat je dus naar elk stukje van een liedje kunt gaan. Dus op die manier kan je ook vooruit of achteruit spoelen. En maar ik ga helemaal terug naar het begin en dan laat ik ook eventjes zien hoe dat werkt met die metronoom. Oh, het is handiger om even via het pijltje hierboven op pijl te klikken. En ik zet hem opnieuw aan. Nou hoor je de metronoom ook meteen. Ik speel ook even mee, hè. Dus... En op die manier kan je dus jouw liedjes heel makkelijk oefenen. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is voor je. Laten we eens even een nieuw voorbeeldje gaan zoeken. Wat er nog meer opties zijn. Je kan bijvoorbeeld kiezen welke kleur je wil. Nou heb ik net dat je groene balkjes. Nou, ik wil eigenlijk nou wel oranje balkjes. Wat je dan doet is terug. Ik heb oranje gekozen. Je kan ook hier nog andere instrumentjes kiezen. En ik klik op terug. Als hij terug wil. Ja, kijk en luister. Kijk, en de balk is oranje geworden. En zo kan je zelf een beetje spelen met die kleurtjes. Hè? Het is ook handig als je straks met twee handen gaat spelen. Dan kan je ook de linkerhand bijvoorbeeld een andere kleur geven. En de rechterhand weer een andere kleur. Oké, dit is eventjes een kort voorbeeld voor hoe je een MIDI-file kan downloaden en oefenen en spelen. En met wat extra functies. Probeer zelf dit eens eventjes uit. Probeer een eenvoudig MIDI-filetje. Probeer een niet te moeilijk liedje. En ik wens je heel veel plezier met het oefenen van liedjes met de MIDI-files.